Nu, vrouw, ontvang je de hartelijke groeten en vele omhelzingen van je altijd innig liefhebbende man. Is er nog bouillon of een flesje aroma van honing? En verder, jongen, het allerbeste. En hoop op een spoedig wederziens. En in gedachten, omhels van je vrouw en kinderen. Dag hoor. Heel veel dikke van ons hoor. Met je verjaardag van heden mijn hartelijke felicitatie. En voor de toekomst alle goeds. Je liefhebbende man, Rien. Kennen dat ze in de oorlog veel intenser leefde, alert op elk geluid. Kleuren waren sprekende, gebaren veel betekende. Ze keek haar ogen uit. Nooit zongen vogels harder dan haar kanongebulderde cacaofabriek in As. Nooit straalden sterren feller als toen bommenwerpers overvlogen en de stad verduisterd was. Mijn ouders ontmoetten elkaar in de oorlog, in kamp Vught. Mijn moeder was 17, mijn vader 18. En ze hebben elkaar ontmoet bij het in het washok van Vught. Mijn vader die kwam daar binnen en mijn moeder was daar immers aan het spoelen of zo. En toen zag hij er en het was een mooie meid, een hele mooie meid. En toen zei hij, hey, hallo, mag ik me even voorstellen? Zoals mensen gewoon doen. En toen bedacht hij dat hij van adel was. Dus hij zei, hij heette Koen Affolter. En toen zei hij, ik heet Koen Affoltier de La Fontaine. En toen zei hij erachter ook meteen, en ik ben van adel. En toen zei mijn moeder, oh, wat leuk. Hallo, ik heet Louise de Montel. Toen dacht ze, nou, dan moet ik ook iets leuks bedenken. Toen zei ze, ik heet Dudido. Louise de Montel Dudido. En ik ben ook een beetje van adel. Dus het was toch een beetje liefde op het eerste gezicht. Ik denk zeker dat mijn vader haar heel erg leuk vond en dat zij dat wel voelde. Maar ze kon niet zomaar gezellig eventjes leuk heen en weer lopen. Nee, dat zat er niet in. Het was echt gescheiden. Maar mijn vader was een hele, ik zeg al, een stout jongetje. Dus die ritselde ook van alles, brood en hij zorgde ook voor de mannen die dan op transport gesteld werden. En dan zei ze tegen mijn vader, zorg jij voor mijn meisje? Dus mijn vader had, ik weet niet of wel vriendinnetjes in het kamp, maar mijn moeder was toch de mooiste voor hem. Ze moet bekennen dat de ellende van al die andere mensen haar minder bezig hield dan blikken vol betekenis. Een hart dat zo wijd open is dat het pijn deed in haar meisjesziel. Ik kan mij niet voorstellen hoor, in een concentratiekamp denk ik, je loopt de hele dag volgens mij te huilen en je mist van alles. Maar zij hadden een soort survival. En mijn moeder zong natuurlijk ook nog, hè. Dus die zong voor duizenden mensen in het kamp. Dat kan je dus nu ook niet meer voorstellen, omdat kamp Vught natuurlijk eigenlijk heel klein is. Dat je denkt, kunnen al die mensen daar. Maar het was natuurlijk een heel uitgebreid gebeuren. Duizenden mensen zaten daar. En daar zong ze dan ook voor tienduizenden mensen. Toen wilde hij met haar vluchten, een paar weken nadat ze elkaar hadden ontmoet. Maar mijn vader was een heel klein, brutaal jongetje. En die durfde ook veel. En mijn moeder
wilde het niet, want haar ouders zaten ook in het kamp Vught. Dus die durfde daar niet, die durfde niet te vluchten. En toen zijn ze elkaar kwijtgeraakt doordat mijn moeder doorgestuurd werd naar Westerbork. En van daaruit naar Bergen-Belsen en Ravensbrück. En mijn vader is in Vught gebleven. En toen na de oorlog dachten ze van elkaar dat ze dood waren. En toen kwamen ze elkaar tegen in Amsterdam, Savatthi Park. En ja, toen was het nog steeds liefde. En toen zijn ze getrouwd. Nooit was het voorjaar mooier dan voor een tweede het steeds de laatste keer kon zijn. Nooit was de liefde guller dan de nacht voordat zij afscheid namen op een station met slechts één trein. Nooit zongen vogels harder dan na kanongebulder de cacaofabriek in As. Nooit straalden sterren feller als toen bommenwerpers overvlogen en de stad verduisterd was. En de een dacht van de ander dat hij dood was. En dat ze elkaar weer tegenkwamen was natuurlijk waanzinnig. Ik vraag me wel eens af, als hij haar niet weer had ontmoet, of zij door die oorlog heen was gekomen. Of ze dat verleden had kunnen laten vallen. En ik vermoed altijd, maar wie ben ik om dat te zeggen, dat ik altijd denk dat hij haar daar doorheen gesleept heeft. En dat ze daardoor die openheid teruggekregen heeft. En heb ik voor het eerst gezien, maar ik vond er een fluit aan. Maar toen was het mooiste, toen kwam ik, ja, dat was er weer een tijdje later, kwam ik op kantoor en toen riep er een tegen hem, hey Piet, niet blozen, hè? Nee, ik heb het wel door. Ik denk, wat verbeeldt die rotknul zijn eigen? Nou ja, om een lang verhaal kort te maken. Er kwam me van. Hey, ik dacht, hé jong, dat is wel wat. Hey, en toen op een... In mei... 43 was dat. Ze op een zaterdag zei ze, ja, maar ik zei, waar ga je naartoe vandaagmiddag? Ze zei, nou, hoor ik hem. Oh, ik zei, mag ik mee? Oh ja hoor, dan gaan we met z'n tweeën. En dat is goed. En wij gingen met z'n tweeën. Nee, ik sleep Wijk over. En zei, en Woudrich hem over met bootje. En ze kwam weer, hoor ik hem zo bij elkaar. En we liepen een paar keer de Lange Dijk over, heen en weer. Toen zei ze tegen mij, ik moet nog een boodschap doen. Van mijn moeder. Oh, ik zei, dat is mooi, jong. Ik moet ook nog wat doen. En zij hing die kant uit en ik dacht, ja, loop niet dezelfde kant uit. Want zij niet te weten waar ik naartoe ging. Ik ging naar Marine Sprong toe. En die zat ook al in dat verzet. En ik ben daar binnen en zij komt daar de winkel uit en ik ga de winkel in. Ik zeg, nou, dat is een goeie. Ik zeg, dat moet ik zien te houden zo. Dus ja, zo is het toen aan de gang gekomen. Die liefde is gekomen uiteindelijk door de oorlog. We begrepen elkaar. Ja. Als ik bijvoorbeeld
dan waren er Joden aan de overkant, hè. En daar zei meneer Kuipers tegen mij, Wil, ik moet er drie hebben, hoor. Drie bonkaarten waren dat dan. Dan zei ik moet er drie hebben. En dan liep ik bij hem achter zijn rug door op kantoor en dan zei ik drie. En dan bracht hij s'avonds drie bonkaarten mee. En toen werd het 24 september 1943. En toen kwam hij op kantoor, toen hij was wezen controleren en hij kwam terug. Hij doet de deur dicht. En ik ga mijn jas al aan om weg te gaan. En de deur gaat weer open. En er komt een man binnen. En die zegt, je bent gearresteerd. Ja, en dan weet je het niet meer, hè. Je hoort niks meer, je weet ook niet waar die zit. Een heel onbehagelijk gevoel. Want ja, mijn broer was ook gearresteerd en mijn vader, die zijn rikketik liet het afweten. En ja, ik vind het eigenlijk zo moeilijk om ja. Ik heb altijd, toen direct, heb ik een foto van haar gekregen en die heb ik altijd bij me gehad. He? Dus dat is, ja. En ik heb altijd brieven naar haar geschreven. Nooit naar mijn vader. Ja. En achteraf hebben we gezegd tegen elkaar, was zijn we toch stom geweest. Want haar broer zat ook, die heette ook Van de Water. Hadden ze toch goed in recherche geweest, die Duitsers. Dan hadden ze toch moeten zeggen, hey jongen, hij stuurt een brief naar Van de Water. Jongen, laat me dat eens even zoeken. Dat ja, hebben ze nooit gedaan. Dat hebben ze niet gedaan. En daar denk je op dat moment niet over na. Hey, dan denk je, zij moet bericht hebben, zij moet weten. Hey. Ja, dat was ja, heel vreemd natuurlijk, want dan was je weer niet meer gewoon. Je zat er allemaal in Amersfoort onder mannen. Hey. En dan zie je ineens, ja, weer een vrouwpersoon. Ja. Ik kan ook draai niet krijgen. Als nou samen ergens naartoe kan gaan, of... Maar dat was allemaal niet, het was allemaal vreemd. Ja. En altijd uitkijken, uitkijken. Ja, maar dan komt het. Dan ben je bevrijd. En dan distributiekantoor. Jongens, is er nog iemand gekomen vandaag? Ja, er zijn er twee teruggekomen uit Duitsland. Wie waren dat? Magine Pieter Bruyne. Dan krijg je dat weer. Nou ja, totdat op een gegeven moment kwam er een briefkaart dat hij... op zijn retour was. En toen zijn we naar Zeeland. Ja, nou, dan kan jij vertellen wat dat was. Nou, daar vond ik niks aan. Dan ziet hij zijn moeder. En daar was hij altijd hartstikke gek mee. Nou. Niks. Geen zoentje. Niks. Hij keek eens. Het is net als een hondje dat snuffelt. Maar een hondje gaat nog verder, maar hij niet. Die emotie heb je niet meer. Dat is weg. Dat is door de ellende en al die dingen is dat allemaal weg. Het lief zijn ja. Is weg. Ja. Ze zijn keihard geworden. Het is dat je voor het verzet gezeten had, maar anders... Ja, ja. Dat je hetzelfde doel had... En hetzelfde streven,
kwam je naar elkaar toe. He, dat was het. He, ja. Dat is nou voorbij natuurlijk, die oorlog. Dus je hebt zelf het doel niet meer. Nou doen we niks ruzie maken. En verzoenen. Maar hij weet niet hoe die verzoenen moet. Verzoenen wel. Ja. Nee. Nou, ik hou nog wel een beetje van hem hoor. Klein beetje zo. Ja. Nooit zongen vogels harder dan een kanon gebulderde cacaofabriek in As. Nooit straalden sterren verder als toen bommenwerpers overvlogen en de stad verduisterd was. En wees zelf stevig gepakt en 1000 kusjes van je kleine Ansie, die zo erg veel naar je verlangt. Dag schat.